Tevoren zien we Leni Levy, dat was haar echte naam, maar in de oorlog heette ze Hanneke. Alle hoofdrolspelers van dit verhaal zijn inmiddels overleden. In de kamer zitten familieleden en kennissen van Bacchus en Woube. En Marianne Adams uit de Verenigde Staten. De dochter van de Joodse Leni en Hans, die deur aan deur in deze straat zaten ondergedoken. Heel mooi meisje. Was echt goed gekleed, ook nog altijd, want het was oorlog. En het had krullen hoor. En een rond bolletje. Heel erg aardig, ja. Vriendinnetjes samen? Ja, ja. Ze hielden zich niet schuil achter deze deuren. Leni en Hans werden tijdens de oorlog opgenomen in het gezin. De dekmantel, Leni was dienstmeisje bij de familie Bacchus en Hans een knecht in Huize Woube. Mijn vader is in 1978 een keertje geïnterviewd door een van zijn kleinzonen. En die vraagt aan hem, heb je wel eens in het verzet gezeten of ken je mensen uit het verzet? En toen zei mijn vader, nou ja, in verzet, ik heb een Joods meisje in huis gehad. En dan heeft hij een heel verhaal van hoe ingewikkeld dat het was en hoe voorzichtig dat ze moesten zijn. De twee onderduikers leren elkaar kennen. Liefde in een onmogelijke tijd. Ze trouwden vlak na de oorlog en emigreerden naar de Verenigde Staten. 11 of us who are alive today, who would not have been alive if it hadn't been for the fact that these families sheltered them and allowed them and made it possible for them to meet. Postuum zijn ze geëerd, de echtparen Bacchus en Woube, de dappere buren van Bosstraat 44 en 46.